Welkom terug bij opnieuw een aardrijkskunde kennisclip. In deze kennisclip gaan we kijken naar de Lorenzcurve om de ongelijkheid in kaart te brengen en hoe de economie in de afgelopen jaren zich ontwikkeld heeft. Ken je bijvoorbeeld de termen latifundia en minifundia? Of kun je Zuid-Amerika en Zuidoost-Azië met elkaar vergelijken op economisch vlak? Nee? Blijf dan vooral kijken, want in deze kennisclip bespreken we dit in ieder geval. Mocht je dit soort kennisclips nou interessant vinden, dan kun je overwegen om te abonneren, een belletje aan te zetten, een likeje achter te laten en mij even te volgen via Instagram. Dan ben je in ieder geval op de hoogte van de allerlaatste kennisclips. Sowieso zie ik de laatste tijd al een flinke groei aan abonnees, waar ik echt super blij mee ben en dit motiveert mij alleen nog maar om kennisclips te blijven maken. Maar goed, voor nu hebben we genoeg gepraat en gaan we door naar de volgende kennisclip. Ik zeg let's go! Zoals gezegd in de vorige kennisclip hebben de Zuid-Amerikaanse landen een grote sociale economische ongelijkheid. Deze ongelijkheid is goed zichtbaar tussen de verschillende etnische groepen. De ongelijkheid kun je aantonen met de Lorentz curve. Misschien heb je dit ook wel eens bij het vak economie gehoord. Hierbij kijk je naar het bbp van een land. Oftewel het bruto binnenlands product geeft de waarde aan van alle goederen en diensten die in een land worden geproduceerd. Kijk je naar het bruto binnenlands product per hoofd, dan doe je het BBP gedeeld door het aantal inwoners in het land, en dan heb je het BBP per hoofd berekend. Nou, dit klinkt moeilijker dan het is, en daarom zal ik het uitleggen met de Lorenz-curve, aangezien deze op het BBP is gebaseerd. Hier heb ik voor jou de Lorenz-curve getekend. Je ziet in deze grafiek het aandeel van de bevolking in percentage en het aandeel in inkomen dat ook wederom in percentages is weergegeven. Wanneer de verhouding tussen deze twee gelijk is, spreken we van een gelijke verdeling van inkomen over de gehele bevolking. Als dat zo is, dan zou je een rechte lijn kunnen trekken zoals deze. Nu zie je dat iedereen in het land dezelfde hoeveelheid aandeel in het inkomen van het land tot zijn beschikking heeft. Echter, er is geen één land die zo'n gelijke verdeling heeft. Hoe verder je een lijn ziet van de getekende lijn, hoe ongelijker de verdeling van inkomen is in het land. Dit komt omdat het figuur namelijk cumulatief werkt. Dat betekent dat iedere stap in de figuur bij elkaar opgeteld wordt. Dus wanneer 20% van de bevolking 20% van het inkomen bezit, is dit evenredig verdeeld. Dan de volgende stap. Als we opnieuw 20% erbij doen en we doen datzelfde bij het inkomen, dan zal daar 40% van de bevolking 40% van het inkomen bezitten en ook dat is evenredig verdeeld. Wanneer de lijn gaat buigen, dan zal de verdeling ongelijker worden. Laten we als voorbeeld nemen dat 60% van de bevolking. 20% aan inkomen bezit van het land. Dan loopt de lijn ongeveer zo. Dat betekent dat de overige 40% van de bevolking maar liefst 80% van het totale inkomen van het land mag verdelen. Zo zie je in ieder geval hoe deze lijnen met elkaar werken. Nou, een ander ding dat ook in je boek wordt aangegeven, is dat je de ongelijkheid kunt omschrijven met de gini coëfficiënt dat is een getal tussen de 0 en de 1. En de 0 is hierbij de diagonale lijn in de grafiek. En hoe dichter je bij de 1 komt, hoe ongelijker de inkomensongelijkheid is. Dus even terugkomend op het voorbeeld van zo net, dan kunnen we concluderen dat het merendeel van de bevolking arm is. Nou, snap je het allemaal nog? Zo niet, laat het dan maar even weten in de comments. Dan probeer ik je daar verder te helpen. Maar goed, leuk hoor, al die begrippen: BBP, Lorentz-curve, Gini-coëfficiënt. Maar waar de economie van Zuid-Amerika behoorlijk op draait, is vooral de industriële sector. Er heeft een flinke periode van industrialisatie plaatsgevonden. En dat heeft ertoe geleid dat er minder mensen in de landbouw gingen werken. En dit noemen we ook wel deagrarisatie. De industrialisatie heeft ervoor gezorgd dat dit gebied zo snel is gegroeid. En het werd interessant voor buitenlandse investeerders. Ook wel FDI's of Foreign Direct Investments genoemd. Hierdoor schoot het bbp van bepaalde landen omhoog, doordat er meer geld werd geïnvesteerd in de tertiaire sector. Een gevolg hiervan was dat er een groot deel van de secundaire sector, ook wel de industrie, mee kon groeien met deze tertiarisering. Maar ook een flink deel niet. Hierdoor is er een flinke duale economie ontstaan in Zuid-Amerika. Dat betekent dat de moderne sector en de traditionele sector naast elkaar staan. De moderne sector is enorm ontwikkeld en de traditionele sector is flink achtergebleven in de ontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan de bananen uit de landbouwsector die weinig opleveren, maar waar veel mensen in werken. En vergelijk dit met de paar mensen die in de F1 werken van Brazilië. Dan verdient die persoon die in de F1 werkt veel meer geld dan de persoon die in de landbouwsector werkt. Deze duale economie geeft nogmaals de ongelijkheid aan in Zuid-Amerika. En als we het dan over ongelijkheid hebben, dan kunnen we terugkijken naar het kolonialisme. Daar speelde ongelijkheid al een behoorlijke rol. Maar ook nu zijn het de grootgrondbezitters die nog een flinke macht hebben in deze gebieden. Deze grootgrondbezitters hebben er middels grootschalige bedrijven neergezet en die noemen we ook wel latifundia's. Deze grootschalige bedrijven hebben meestal grote koffie- en cacaoplantages om deze uiteindelijk te verwerken en daarna weer te exporteren. Doordat ze grootschalig zijn en veel geld en kennis hebben kunnen ze de cacao of koffie verwerken en hierdoor kunnen ze meer winst maken. Daarom worden dit soort producten ook wel cash crops genoemd. Maar ook zijn er kleinschalige bedrijven aanwezig in Zuid-Amerika, die overigens behoorlijk onder druk worden gezet door deze latifundia's. De kleinschalige bedrijven noemen we minifundia's en deze doen meestal aan food crops. Een food crop is een voedselgewas dat bedoeld is voor consumptie. Hierbij kun je denken aan bananen en voor dit product is ook veel minder geld en kennis nodig. Daarbij komen er steeds meer grootschalige bedrijven vanuit China, de VS en Europa die grond nodig hebben om hun landbouwproducten te verbouwen. Hierdoor pikken ze land van de inheemse bevolking in omdat zij er wel wonen, maar geen eigendomspapieren hebben van deze stukken land. Dit inpikken van land noemen we ook wel landgrabbing. Maar niet alleen deze landen doen aan landgrabbing, maar ook Brazilië heeft met zijn economische groei steeds meer landbouwgrond nodig en daarom doen ze ook binnen Zuid-Amerika mee aan dit landje en als je dan gaat kijken naar de handelsbalans van een land, kijk je naar de verhouding tussen export en import. Je spreekt van een positieve balans wanneer de waarde van de export groter is dan de waarde van de import. In Zuid-Amerika hebben veel landen een negatieve handelsbalans en dus hebben deze landen het economisch zwaar. Maar wat exporteren de meeste Zuid-Amerikaanse landen dan eigenlijk en naar wie gaan deze goederen? De meeste Zuid-Amerikaanse landen exporteren land- en mijnbouwproducten en importeren eindproducten. Een belangrijk exportproduct is bijvoorbeeld de sojaboon en suikerriet. Vooral worden deze producten naar China en de VS geëxporteerd. Doordat niet ieder land dusdanig is ontwikkeld in Zuid-Amerika, zijn er verschillen te zien in de handelsbalans. Zo is er in Brazilië een positieve handelsbalans en in Bolivia een negatieve. Dit heeft alles te maken met het importeren van dure eindproducten die Bolivia onder andere niet zelf kan maken. Dit komt doordat Bolivia in ontwikkeling is achtergebleven en Brazilië wel een flinke industriële ontwikkeling heeft doorgemaakt. Brazilië heeft dus meer kennis om hun exportproduct eerst te verwerken en daarna te exporteren. Het een soort van upgraden van je product noem je ook wel exportvalorisatie. En het zorgt ervoor dat je meer winst kan maken. Dus in het geval van Brazilië maken ze van het suikerriet een biobrandstof genaamd bioethanol, wat dus meer oplevert. Maar wat kan een bliefje dan doen tegen deze achterstand op ontwikkeling? Het is natuurlijk lastig om uit deze situatie te komen zonder een stabiele politieke situatie en toegang tot het mondiale netwerk. Buiten deze factoren is een begrip importsubstitutie, en dat wil zeggen dat in plaats van je de eindproducten uit het land importeert, te denken valt aan auto's, plastics, je deze zelf probeert te maken. Daarbij speelt de overheid een grote rol, maar ook de beschikbare kennis die in het land aanwezig is om deze producten te ontwerpen. Je kunt jezelf voorstellen dat wanneer je niet veel kennis hebt van het in elkaar zetten van een auto, je ook net niet een hele mooie auto krijgt. Daarbij kunnen de productiekosten nog wel eens hoger zijn dan die van het land die heel goed auto's in elkaar kan zetten, aangezien zij precies weten waar, wat en hoe het in elkaar gezet moet worden. Dit scheelt in tijd, maar ook zeker in kosten. Daarom is het van belang dat bij importsubstitutie de eigen productie van deze auto's voorrang krijgt op de producten vanuit het buitenland. Want zodoende worden de eigen geproduceerde producten gekocht en blijft de winst binnen het land. Het beschermen van de eigen producten noemen we ook wel protectionisme. Maar voor Bolivia zal het door de politieke instabiliteit, een gemis aan kennis en de afhankelijkheid die ze hebben aan het dichtbijzijnde opkomende economische land, oftewel Brazilië, nog wel een tijd duren voordat ze van grondstoffen ook daadwerkelijk echt rijk kunnen worden. We kunnen concluderen dat er een aantal ontwikkelingen zijn geweest die passen bij een ontwikkelingsgebied als Zuid-Amerika. Maar een aantal van deze ontwikkelingen zijn ook goed te vergelijken met andere ontwikkelingsregio's op de wereld. Zoals bijvoorbeeld Zuidoost-Azië of Sub-Sahara-Afrika. Het vergelijken van deze regio's moet je namelijk ook kunnen voor je examen. En als je de afgelopen predis goed hebt bekeken en daarbij aantekeningen hebt gemaakt, dan moet je nu in staat zijn om diverse ontwikkelingsregio's met elkaar te kunnen vergelijken. Hou rekening dat je vanuit iedere dimensie en op ieder schaalniveau een vergelijking zou moeten kunnen maken bijvoorbeeld een vergelijking op het koloniale verleden of een vergelijking op de demografie van de regio's. Op je examen wordt dan vaak gebruik gemaakt van bronnen zoals bijvoorbeeld een atlaskaart. Je zou bijvoorbeeld een bevolkingsdiagram kunnen krijgen van beide landen en dat je zou moeten kijken naar de demografische druk van beide gebieden. Een tip zou dus zijn om dat vast te oefenen en veel op zoek te gaan naar bronnen in oude examens of bronnen uit de atlas. Ik kan me voorstellen dat dit behoorlijk lastig kan zijn, en daarom help ik je graag. Ben je nou benieuwd naar hoe je examenvragen in het algemeen aanpakt? Kijk dan vooral naar de volgende kennisclip. In ieder geval wil ik jullie graag bedanken voor het bekijken van deze kennisclip. En mocht je nou deze kennisclips handig vinden, vergeet dan niet eventjes om te abonneren, je belletje aan te zetten, een likeje te geven en natuurlijk te volgen via Instagram. Mocht je nog vragen hebben, zet ze dan vooral in de comments, en dan probeer ik ze goed mogelijk op weg te helpen. Voor nu zeg ik bye bye, zwaai zwaai.